Nintendo fans, welkom bij een nieuwe Rikka Praat. Er zijn al best wel veel Mario games uitgekomen voor de Nintendo Switch. En vandaag komen jullie erachter wat nou precies de beste Mario game is voor de Nintendo Switch. Er zijn tot nu toe 7 games uitgekomen met Mario in hun titel. Die gaan we ranken van 1 tot 7. We hebben een nieuw Super Mario Bros. U Deluxe. Mario Tennis Aces. Super Mario Maker 2. Mario plus Rabbids Kingdom Battle. Mario Kart 8 Deluxe. Super Mario Party. En Super Mario Odyssey. Let's go! En van deze 7 Mario titels vind ik er eigenlijk maar eentje niet echt tof. En dat is Super Mario Party voor de Nintendo Switch. Deze viel me een beetje tegen. Ik had gehoopt op een soort van ultieme Mario Party. Met alle minigames van vroeger, van de oude Mario Parties. Maar eigenlijk hebben we gewoon veel te weinig minigames in Super Mario Party voor Nintendo Switch. We hebben te weinig borden, dat vind ik ook jammer. Er zijn wel verschillende game modussen, dat is wel een pluspuntje aan Super Mario Party voor Nintendo Switch. Maar voor de rest viel die me een klein beetje tegen. Ik heb hem ook niet heel veel gespeeld. Ik heb hem 1 keer gespeeld met een vriend, we vonden het leuk en toen zijn we toch weer een andere Mario game gaan spelen. Welke dat is, dat hoor je zo. Oh nee, dat hoor je nu gelijk, want die staat op nummer 6 en dat is New Super Mario Bros. U Deluxe. En ik vind het eigenlijk een fantastische game. Hij staat op 6 omdat de anderen gewoon simpelweg naar mijn mening beter zijn. Maar dit is ook een hele leuke game. Ik heb hem inmiddels 2 keer zelf uitgespeeld. En nu ben ik dus met die vriend bezig om alle gouden munten te pakken. Dus om hem echt op 100% uit te spelen. Dat is erg leuk om samen te doen. Om het alleen te doen vind ik iets minder leuk, want dan kan je misschien toch beter Super Mario Maker 2 gaan spelen. Vandaar dat die ook gewoon hoger staat in deze lijst. Maar nu Super Mario Bros. U Deluxe. Ik heb er denk ik al een uurtje of 40 ingestopt. Ik blijf het leuk vinden. Maar als je hem hebt uitgespeeld, dan is het klaar. Dan is het over. En ja, Super Mario Maker 2, daar kan je gewoon eindeloos veel Mario in spelen. Dus vandaar dat die hoger staat. En deze op plek nummer 6. Op plek nummer 5, een game die ik ook helemaal heb uitgespeeld op mijn YouTube kanaal. Super Mario Tennis Aces. Ik vond deze echt verrassend leuk. Hier had ik eigenlijk helemaal niet zulke hoge verwachtingen van. Ik dacht gewoon, story mode is een beetje battelen tegen andere characters en dat is het. Maar er zaten ook gewoon hele leuke challenges bij in de story mode. Check mijn video's op YouTube als je dat nog niet hebt gezien. Deze viel me 100% mee en staat dus uiteindelijk ook boven New Super Mario Bros. U Deluxe. Er is alleen één dingetje. Die vriend van mij waar ik het eerder over had, die pakt altijd Yoshi. En op de een of andere manier kan ik Yoshi gewoon niet verslaan. Hij doet altijd dezelfde trucjes, maar ik kan er gewoon niks tegen inbrengen. Dus op een gegeven moment heb ik een beetje het gevoel dat als je een bepaalde mechanic goed onder controle hebt in Super Mario Tennis Aces, dat je het je tegenstanders ook gewoon onmogelijk kan maken om die ballen terug te slaan. Of het ligt aan mij, dat ik er gewoon niet zo heel erg goed in ben. Dat kan natuurlijk ook. Maar ik heb het gevoel dat als je dus op zoek gaat naar de juiste punten in de game, dat je bijna altijd kan winnen. En dat is een klein beetje een kritiekpuntje. Voor de rest, een fantastische game die mij heel erg heeft verbaasd. Met een hele toffe story mode. Op nummer 4, een game die altijd terugkomt op verjaardagen. Mario Kart 8 Deluxe. Een fantastische game. De beste Mario Kart ooit wat mij betreft. Deze game speel ik altijd als er vrienden over de vloer komen. Het is altijd gezellig met Mario Kart 8 Deluxe. Soms mondt het gewoon uit in ruzies, maar die zijn ook altijd weer heel snel opgelost. Dat komt door de blue shells die je op je bakkes krijgt. Of iemand die altijd alleen maar rode schildjes krijgt, terwijl jij alleen maar muntjes en bananen krijgt. Zo gaat het in Super Mario Kart 8 Deluxe. Er zit een hoge geluksfactor in. Je kan met heel veel geluk kan je de wedstrijden winnen. En dat maakt Mario Kart eigenlijk ook wel weer heel erg leuk en onvoorspelbaar. En het zorgt ervoor dat
dat je bijna altijd wel mensen hebt die gewoon Mario Kart kunnen spelen. Tuurlijk, het driften, dat zijn skills en dat is oefenen. En daarmee kan je wel vaak vechten voor plek 1, 2 en 3. Maar ook als je dat driften niet kan, kan je gewoon lekker snel Mario Kart oppakken en spelen. Net buiten de top 3 is deze game geëindigd. Maar nogmaals, nummer 1 tot en met 6 vind ik allemaal fantastische games. Dus Mario Kart 8 Deluxe ook, absoluut. Ja, en dan vond ik het heel erg moeilijk om mijn top 3 te bepalen. Ik had al heel snel door welke 3 games in mijn top 3 zouden komen, maar welke volgorde, dat vond ik echt onwijs moeilijk. Maar uiteindelijk heb ik Super Mario Odyssey op nummer 3 gezet. Het is een fantastische game. Het moment dat ik die T-Rex overnam, zal ik echt nooit vergeten. Dat was een van de mooiste momenten tot nu toe die ik heb meegemaakt op de Nintendo Switch. Het reizen naar verschillende koninkrijken is fantastisch. Elk met hun eigen smoel, hun eigen beleving, hun eigen sfeer. En dat was onwijs leuk. Ik heb Super Mario Odyssey nu inmiddels 3 keer uitgespeeld. 2 keer op de normale manier en 1 keer in een speedrun. En hij is dus echt wel makkelijk binnen 5 uur uit te spelen. Ik weet niet of dat echt een kritiekpuntje is. Want aan de andere kant is het ook superleuk als je Mario gewoon kan speedrunnen. Het is een optie om te speedrunnen. Het hoeft niet. Je kan ook makkelijk 40, 50, 60, misschien wel 100 uur in deze game steken. Voordat je alle moons hebt en dan pas de game voor jouw gevoel hebt uitgespeeld. Of je kan gewoon doorheen rennen en dan gewoon binnen 5 uur fixen. Het is aan jou de keus en dat vind ik tof. En de stijl van deze game vond ik onwijs mooi. Het is een van de mooiste Nintendo Switch games tot nu toe, vind ik. Ook de momenten in New Donk City waren fantastisch. Het is onwijs gaaf ook om te zien dat ze 2D en 3D combineren. Dat hadden ze van mij nog wel iets vaker mogen doen. Er had wel iets meer 2D nog in mogen zitten. Super Mario Odyssey, ik geef het sowieso een 9. De game is fantastisch. Deze moet je hebben als je een Nintendo Switch hebt. En dan nummer 2. En dan weten jullie ook gelijk nummer 1. Maar nummer 2... Mario plus Rabbids Kingdom Battle door Ubisoft. Niet gemaakt door Nintendo, met hulp en toestemming van Nintendo, maar niet gemaakt door Nintendo zelf. En waarom vind ik deze game nou zo tof? Dat komt allereerst door de humor. Rabbit Peach is fantastisch. Rabbit Peach is een van de mooiste nieuwe game characters in het Nintendo universum van de afgelopen 10 jaar. Ze is geweldig. Maar niet alleen de humor in deze game is top. Je moet ook echt nadenken hoe je deze game wil gaan doen. En ik hield nooit zo van strategy games, maar deze game, Mario plus Rabbids Kingdom Battle, heeft ervoor gezorgd dat ik dit genre tof ben gaan vinden. Deze game heeft ervoor gezorgd dat ik een heel nieuw soort aan games leuk vind. Bijvoorbeeld Fire Emblem Three Houses. Ik had hem normaal nooit gespeeld, want ik hou niet van dat soort games. Maar door Mario plus Rabbids heb ik nu gewoon wel zin om een beetje tactisch te gaan vechten. Ik moest ook lachen om de Nederlandse vertaling, want geloof me, zelfs in het Nederlands is deze game nog grappig. Er zit zelfs een Efteling grapje in. Nou, dan hebben de vertalers zo echt heel goed hun werk gedaan. Als ik Super Mario Odyssey een 9 geef, geef ik deze game een 9,1. En daarom komt hij gewoon op plek nummer 2. Ja, en dan op nummer 1 natuurlijk Super Mario Maker 2. Oneindig veel Mario plezier. Voor alle liefhebbers van Minecraft, je kan lekker veel bouwen, je eigen levels bouwen. Maar je kan ook oneindig Mario levels spelen. Je kan het doen op verschillende moeilijkheidsgraden, van heel makkelijk tot extreem moeilijk. En geloof me, er zijn een stel moeilijke levels gemaakt in Super Mario Maker 2. Niet normaal. Dit is gewoon de ultieme oneindige Mario game. Je kan tot in de lengte van dagen nieuwe levels gaan spelen. En daarom is dit gewoon toffer dan nieuw Super Mario Bros. U Deluxe. Want als je die hebt uitgespeeld, dan is het klaar. En Mario Maker gaat voor altijd door. Ik heb behoorlijk wat levels van kijkers gespeeld. Als je die video's nog niet gecheckt hebt op mijn kanaal, ga ze zeker even checken. Want de community heeft echt hele leuke levels gemaakt. Shoutout naar jullie voor iedereen die levels heeft ingestuurd voor een nieuw Super Mario Maker 2. Nieuw Super Mario Maker 2? Nu gooi ik er 2 door elkaar. Gewoon Super Mario Maker 2, oftewel Soep 2. En
En dat was het voor deze video. Ik heb de 7 Mario games gerankt van nummer 1 tot nummer 7. Laat me even weten wat jullie top 7 is. Hebben jullie ze allemaal? Hebben jullie ze allemaal gespeeld? Of maar een paar? Wat vinden jullie de leukste Mario games? Welke Mario game vind je eigenlijk helemaal niet zo leuk? Want misschien vind jij een andere Mario game wel helemaal niet zo leuk. Laat het me weten in de comments. En gooi even die duimpjes omhoog. Abonneer op mijn kanaal als je meer Nintendo video's wilt zien. En wil je me live zien gamen? Volg me op twitch.tv/Rickachu. En dan zie ik je daar. Of gewoon bij de volgende video. Mazzel!